Ole Tobias, de eerste play-off wedstrijd zit erop. 2-2 hier bij SC Cambuur. Wat is het gevoel dat bij jou overheerst? Ja, wel tevreden. Je maakt twee belangrijke uitdoelpunten. We hebben een mooie teamprestatie neergezet. We hebben bij Vlagen goed voetbal laten zien. Maar nogmaals, met z'n allen wel heel hard gewerkt. We hadden zelf 3 kunnen scoren vandaag. Hun hadden misschien ook een doelpunt meer kunnen maken. Maar uiteindelijk ben ik wel tevreden trainer met een mooi uitgangspunt voor dinsdag. Waar we het uiteraard wel dan moeten afmaken met dezelfde spirit als vandaag. Ja. Dat is inderdaad een hele open wedstrijd, hè, waarbij het spel op en neer golft en aan het eind inderdaad nog 2 kanten op had kunnen vallen. Ja, het kon inderdaad aan beide kanten, maar ik vond het met name heel goed beginnen in de eerste helft. Zakte er wat weg, we werden wat passief in het druk zetten. En daardoor kreeg Cambuur veel corners en voorzetten, maar we eigenlijk niet wilden hebben. En de tweede helft begin je weer goed. Je durft te voetballen en het gaat wel een beetje op en neer. Maar dan scoor je het terecht en dan kom je weer voor. Maar op dat moment, ja, dan gaat het weer op en neer. Wij kunnen dan de derde maken. Hun maken dan de 2-2. En vanaf dat moment, ja, dan ging het op en neer eigenlijk. Na de 2-2, op en neer. Maar uiteindelijk vind ik zelf dat we wel de betere kansen hadden. Alleen met de keeper, schot net over de lat en noem maar op. Dus, Vooral Hamouti en Benschop vlak na rust. Ja, en Juri Loen ook over de lat. Dus als ik terugkijk qua kansen en 100% kansen, ja, dan hadden we misschien wel de derde moeten maken. Maar ja, je moet gewoon tevreden zijn met 2-2 hier uit bij Cambuur in de play-off wedstrijd. Is dan eigenlijk het enige smetje dat zij 2 keer vrij snel gelijk maken? Ja, dat is wel jammer, inderdaad. Ja, dat we niet druk op de bal krijgen, met name de 2-2 vind ik. En dan hadden we beter druk op de bal kunnen krijgen, en dat krijgen we nu niet. En dan, ja, dan zie je hoe gevaarlijk ze zijn met voorzitten en flankballen eigenlijk. En dat is wel een aandachtspunt inderdaad. Maar nogmaals, aan de andere kant, je creëert zelf zulke grote kansen. En ja, in een uitwedstrijd is dat gewoon heel knap. En dan moeten we deze ook gewoon voortzetten. Is die druk op de bal dan inderdaad ook het aandachtspunt wat je mee moet nemen voor de return? Want voorafgaand aan die 2-2 waren ze ook al een paar keer met zo'n voorzet gevaarlijk. Nee, maar dat zeg ik, met corners en vrije trappen en zulke dingen hebben ze heel veel lengte. Ja, daar moeten we inderdaad aandacht aan besteden, maar ook gewoon aan de bal. Ja, in de momenten dat we durven te voetballen, ja, dan spelen we hartstikke aardig positiespel. En dan creëren we ook kansen. En dan moeten we dinsdag weer durven te doen. Ja, durven te voetballen, wel met druk op de bal. En dan vol ook voor de winst gaan. Je geeft het al aan, je hebt in ieder geval 2 belangrijke uitdoelpunten te pakken. Ja, hoe schat je de kansen nu in voor de return? Ja, kans is altijd moeilijk te zeggen. We hebben een goed uitgangspunt neergezet, maar moeten wel hetzelfde kunnen opbrengen. En dan zien we dinsdag wel. Maar nogmaals, dinsdag gaan we weer vol voor de winst. En hopelijk zijn we dan nog een ronde verder. Dankjewel.